Ba-do-dee-da, ba-do-dee-da. In de vorige video ging het vooral over het vertalen van de muziek die je hoort op de radio, Spotify of YouTube naar je instrument toe. In deze video ga ik daar nog meer tips over geven, maar gaan we het vooral hebben over de muziek die zich in je hoofd afspeelt. Dus alle melodieën, of ze nou verzonnen zijn of niet, hoe kunnen we die nou beter vertalen? Laten we eerst nog even kijken naar de toonladder, want een toonladder bestaat uit 7 tonen. Ik speel in dit geval de toonladder van C. En elke toon van die 7 tonen heeft een bepaalde spanning. En je kunt ze eigenlijk grofweg onderverdelen in 3 categorieën. De eerste categorie tonen zijn de tonen die geen spanning hebben. Dit is de grondtoon, de C. En nu speel ik de 1, de C. Geen spanning. Die voelt heel erg af. Of thuis. En deze is de 5e toon, de G. Klinkt ook goed, geen spanning. En deze, de 3e, klinkt ook heel erg goed, geen spanning. Klinkt af. Thuis. Nu gaan we naar de 2e categorie. Dat zijn de noten die een beetje spanning hebben, die onderweg zijn. Deze bijvoorbeeld. Ligt op zich wel goed, maar heeft wel een soort van drang om verder te gaan. Dit is de D, de 2e noot. Die zou uiteindelijk wel willen oplossen naar de 1, de C. Dan is hij echt thuis. En deze noot? De 6e toon, de A. Klinkt wel goed. Maar is niet geheel spanningloos. Die wil eigenlijk uiteindelijk wel naar de 5, naar de G. Klinkt wel logischer. Nu gaan we naar de 3e categorie. Dat zijn de noten die veel spanning hebben. Die willen heel graag naar huis. De 4e noot. Die wil eigenlijk naar. Naar de 3. Dan is hij opgelost. Van ik wil naar huis naar ik ben thuis. En deze. Nou, misschien kun je raden welke dit was. Er is nog maar 1 over. Dus welke is dit? Juist, de 7e. Die wil heel graag naar de. Naar de 1 of de 8 kun je ook wel noemen. Dan is je ook weer opgelost. Nu jij. Welke is dit? Heeft hij spanning of heeft hij geen spanning? En deze? Spanning of geen spanning? En deze noot dan? Wil die ergens heen? Of deze? Zit hij daar wel goed? Of wil die toch nog ergens heen? Nou, je merkt al dat ik cijfers gebruik. En waarom doe ik dat? Cijfers zijn toonladder overstijgend. En wat bedoel ik daarmee? Is dat eigenlijk de 3 bijvoorbeeld van een toonsoort. Dus de terts. In dit geval de E. Die dus vrijwel geen spanning had eigenlijk. Hè? Dat die hetzelfde karakter heeft in een andere toonsoort. Bijvoorbeeld, ik speel een andere toonsoort. Ik ga even niet noemen welke. Deze. Ik speel ook die 3. Heeft hij hetzelfde karakter? Oftewel, hij is thuis. Of bijvoorbeeld deze noot in een andere toonsoort weer. Welke zou dit zijn? Deze heeft spanning. Dus probeer noten van een melodie die je zingt in kaart te brengen door ze een cijfer te geven. Waar bevindt de noot zich in de toonladder? Is dat vanaf de grondtoon? 1, 2, 3. Of is dat van een andere plek? 5, 4, 2, 3, 1. Of 7, 1, 5. Probeer op deze manier noten uit te zoeken van een melodie. Je hoeft dus geen absoluut gehoor te hebben. Zo van, ik hoor dat het in C staat of ik hoor dat het in A staat. Stel je voor, je hebt geen instrument bij, je zit in de auto, je hoort muziek. Je kunt dan alvast wel horen van, hey, die noot, dat is een 3. Dat is een 1, dat is een 5. Stel dat ik het in C speel. Oké, dan speel ik dus E, C, G. Oké, nu naar de sax. Ik speel eerst een toonladder. Nu zing ik hem na. La, 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 la. En nu zing ik de eerste 3 noten na. Dus ik draai het nu om. Ik ga eerst zingen.
Nou, misschien als je die nog niet hebt, even indrukken. Even spelen. Na, na, na. Nu draai ik de volgorde om. Na, na, na. Na, na, na. En wat je alvast kan doen, is misschien de grepen indrukken. Om al een klein beetje in te schatten van waar het heen gaat. Bijvoorbeeld. Na, na, na. Na, na, na. Als dat goed gaat, dan kun je natuurlijk meerdere kanten op in de toonladder. Bijvoorbeeld je begint op die derde noot en je gaat meer omhoog. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Als je echt ver gevorderd bent, dan kun je bijvoorbeeld ook noten zingen die niet in de toonsoort zitten. En dan natuurlijk ook zoeken op je sax. Ik ging net natuurlijk heel snel er doorheen, van makkelijk naar moeilijk. Maar het is heel belangrijk om heel veel tijd te nemen voor bijvoorbeeld die eerste drie noten. Dat je die echt helemaal kan horen en dat je elke volgorde dan kan zingen en kan spelen. Probeer zo duidelijk mogelijk te zingen. Dus dat je wat er in je hoofd zit qua melodie, dat het zo duidelijk mogelijk vertaald wordt. En dat je dat dan langzaam na gaat spelen. Ik zou zeggen, zing zoveel mogelijk na van Spotify, van de radio, van YouTube en dus alle muziek die je in je hoofd hebt. Succes!